Dit zijn Ricardo en Erik, verbouwing-experts. Oh, dan zit er een leuke buurvrouw aan de overkant van. En zij gaan al jullie klusproblemen oplossen. Al jullie vragen gaan wij een passelijk antwoord geven. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vandaag een introductie van onze twee ervaren klusjesmannen. Klus, kom klusman. Qua bouwgebied kunnen wij in principe alles aan. Dus van dak tot aan fundament. Andersom. Eerst fundament, dan naar het dak. Houd uw werkplek schoon, dames en heren. Heel belangrijk voor een goed resultaat. En u weet, meten is weten. Hey, is er iets waar jullie niet goed in zijn? Wij zijn niet goed in het instand houden van langdurige relaties. Maar toch werkt het duo al bijna 20 jaar samen. Ik weet niet, dus... nu een beetje op. Ja, de klad zit er een beetje in, hè. Dat was leuk, hè? Ja, dan hebben we de buurvrouw die staat er weer. Nee, ik sta hier nog anderhalf uur. Ik heb mijn bril erbij gepakt. Dat is het mooie daar van doen we het voor. Daar doen we het voor. Ja. Als Ricardo je bekend voorkomt, dan komt dat waarschijnlijk door zijn verleden. Met zijn band Billy the Kid speelde Ricardo in het voorprogramma van onder andere Anouk, Golden Earring en Kane. En in die tijd heb ik gewoon altijd mijn werk blijven doen, want dat is eigenlijk toch veel leuker als zingen en optreden voor de mensen. Bij mij is het eigenlijk precies andersom. Ik heb altijd een carrière geambieerd als klusjesman en ik had altijd graag zanger willen worden. Nou, je bent dus geen loser als je niet kan klussen, want daarvoor kan je altijd ons inschakelen voor de bouwtip van de week. Dus mensen, zitten jullie met vragen, mailt is wat en wij gaan kijken of we jullie kunnen helpen. En daar is de buurvrouw weer.